Ik ben Liewe Bos. Ik doe onderzoek naar respiratoire infecties en longontsteking. En met behulp van het Longfonds heb ik onderzoek gedaan naar het detecteren van ontsteking in de luchtwegen en pathogene bacteriën door middel van ademanalyse. Mijn onderzoek is belangrijk voor de longpatiënten omdat eigenlijk bijna alle longpatiënten last hebben van dan wel ontsteking van de luchtwegen of de longblaasjes, dan wel last hebben van bacteriën die de luchtwegen of de longblaasjes gaan bewonen en daarmee de longen ziek maken. Omdat het eigenlijk heel onduidelijk was welke stofjes in de uitgeademde lucht geassocieerd waren met dan wel een ontsteking van de luchtwegen of dan wel bacteriën die in de luchtwegen aanwezig waren. Omdat die twee dingen heel vaak samen tegelijkertijd voorkomen. En het in patiënten heel erg lastig is om die twee fenomenen uit elkaar te halen. Ik heb onderzoek met cellen die komen uit de longen van patiënten gecombineerd met het analyse van de adem van patiënten. En wat we gedaan hebben met die cellen is blootstellen eigenlijk aan dezelfde omstandigheden als een longpatiënt kan hebben. Dus ze kregen schade door een te grote hoeveelheid van ontsteking, maar ook door de bacteriën aan toe te voegen. En omdat we die condities konden combineren in de cellen, konden we identificeren welke moleculen in de adem van die cellen, eigenlijk vlak boven de cellen, gemaakt werden door die verschillende processen. En vervolgens konden we dat linken aan de adem van patiënten die daadwerkelijk een longziekte hadden. Wat we verwacht hadden van tevoren was dat er grote verschillen waren door de ontstekingsreacties die niet door bacteriën kwamen en die wel door bacteriën kwamen. En dat was inderdaad ook zo. Aan de andere hand konden we heel goed onderscheid maken tussen verschillende bacteriën die aanwezig waren in deze luchtwegcellen. En dat vonden we ook in patiënten. Dit is een stap richting het beter toepassen van ademanalyse om longziektes te monitoren en te diagnosticeren. Waarbij we op dit moment eigenlijk voor dit onderzoek dachten dat het vooral de ontstekingsreactie die verantwoordelijk was voor de veranderingen in de adem die we zagen, weten we dat we eigenlijk dat een beetje moeten loslaten en dat we op zoek moeten gaan naar de veranderingen in bacteriën en misschien wel ook virussen in de luchtwegen. En dat betekent dat je eigenlijk dat op een hele andere manier moet gaan gebruiken. Niet als test van heeft iemand misschien astma of COPD, maar veel meer wat voor soort longaandoening heeft iemand precies. En misschien welke bacteriën of welke virussen drijven deze longontsteking nou echt. Omdat patiënten met een longziekte ervaren zelf symptomen. Die hebben last van kortademigheid of van hoesten of voelen zich niet lekker. Maar het is heel moeilijk aan de buitenkant te zien wat er precies voor verantwoordelijk is. En heel veel testen waarmee je onderzoek kunt doen naar wat voor bacteriën of virussen aanwezig zijn, zijn onprettig voor de patiënt. Dus moeten bijvoorbeeld invasieve onderzoeken ondergaan. Dus er is een hele grote behoefte om op een zo min mogelijk invasieve wijze toch veel informatie te verkrijgen over wat er in de longen gebeurt. En daar kan zo'n test, zoals ik onderzocht heb, mee helpen. Ik wil heel graag de donateurs van het Longfonds bedanken, zodat zij dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt via de Dirkje Postma Award van het Longfonds.